Yo, de gast en welkom bij deze hele late upload. Ik upload normaal altijd om 7 uur, maar vandaag heb ik om 8 uur geüpload. En dat komt eigenlijk omdat ik druk bezig was met de Weekend League. Ik heb geprobeerd deze week weer Weekend League te doen. Dat is niet helemaal gelukt. Sterker nog, het ging eigenlijk belachelijk goed. En ja, daar kom ik zo allemaal mee op. Het is een tijdje geleden dat ik heb geüpload. Ik ben van plan om morgen een video op FC Rulli te uploaden. Met een beetje een uitleg van waardoor dat komt. En aan de andere kant denk ik dat stiekem mensen het ook wel een beetje zelf aanvoelen en een beetje zelf snappen. Het is gewoon zo dat op dit moment ik niet plezier heb in het spelen van FIFA. En ik weet dat heel veel mensen dat ook hebben. En daarom vind ik dat eigenlijk zorgwekkend. Kijk, de reden dat ik FIFA speel is omdat ik een YouTuber ben en ik maak YouTube-video's over FIFA. Dus het is een soort van mijn baan om FIFA te spelen. Oftewel, ik krijg betaald voor het spelen van FIFA. En zelfs met die gedachte kan ik mezelf er niet toe zetten om 40 potten FIFA in een weekend te spelen. Puur omdat ik gewoon merk dat op het moment dat ik Weekend League speel, ik echt zin heb om mezelf pijn te doen of zo. Of ik denk echt van, waar... Je bent bewust bezig met iets dat jij zoveel stress oplevert dat je er lichamelijk problemen van ondervindt. Tenminste, dat is wat ik heb. Ik heb dan afgelopen vrijdag potjes gespeeld, afgelopen zaterdag potjes gespeeld. En het ging eigenlijk als volgt. We kunnen eventjes mijn dingen erbij pakken. Op dit moment ga ik 18 om 10. Dat is natuurlijk heel matig, maar moet je even luisteren naar het volgende. Een tijdje terug ben ik erachter gekomen. Koen Weiland doet dat, andere e-sporters doen dat. Dat op het moment dat jij overdag FIFA speelt, de servers niet goed zijn. Er zijn al zoveel mensen aan het spelen dat de servers eigenlijk overbelast zijn. Het heeft met meerdere dingen te maken. Niet alleen met de servers van EA, maar ook de servers van jouw provider. Die zijn in het weekend over het algemeen drukker, aangezien meer mensen thuis zijn, dus meer mensen op het internet zitten dan in plaats van dat je dat door de week doet. Dus dat in combinatie met drukkere servers, omdat het dus weekend is, en drukkere servers van EA. Dan heb ik eigenlijk allebei de kanten van de internetverbinding tussen je console en EA gesproken. Die is dan druk. Ik speelde vrijdag 5 potten. Toen ging ik 4 om 1. Toen speelde ik zaterdag nacht nog een paar potten. Mijn buren hadden een huisfeestje. Dus dat betekende dat ik toch niet kon slapen. Dus ik dacht, nou prima, dan ga ik de hele nacht Weekend League doen. En ik heb uiteindelijk tot 4 uur 's nachts Weekend League gedaan. En toen ging ik 15 om 2. Ik ben nog nooit zo goed gegaan op FIFA. 15 om 2 in de eerste 17 potten. Dat is goud. Maar waar is het dan fout gegaan? Nou, ik heb natuurlijk ook gewoon verantwoordelijkheden. Ik heb een tijdje niet geüpload en dat wil ik weer gaan oppakken. Dus ik wist, oké, ik moet op zondag overdag mijn potten gaan spelen. Want maandagochtend moet ik vroeg opstaan, wil ik een video maken. In de middag heb ik verantwoordelijkheden bij de E-divisie, waar ik natuurlijk commentator en analyticus bij ben. Dus daar moet ik dan ook heen. Ik kan niet weer een hele nacht door spelen. Dus probeer ik het op zondagmiddag te doen. En je merkt gewoon zo'n ongelooflijk groot verschil. Je kan mij niet vertellen dat ik de ene dag 15 om 2 ga en dan een paar uur later, ik heb dat 4 uur 's nachts doorgespeeld en ging ik om 3 uur 's middags weer verder, dat ik dan 3 om 8 ga. En dat is een beetje het ding bij Weekend League. En ik weet dat heel veel YouTubers, heel veel Road to Glory mensen ermee bezig zijn. En dit is eigenlijk het laatste wat ik wil doen. Want ik merk zelf heel erg, en dat is niet meer dan logisch dat dat gebeurt. Dat op het moment dat ik bijvoorbeeld negatief ga praten over de content die ik upload, of het spel dat ik speel, dat natuurlijk niet helemaal optimaal is. In de ideale situatie zou ik zo enthousiast mogelijk en zo lovend mogelijk zijn over FIFA. Omdat ik natuurlijk ook wil dat jullie het zo voelen, want dat is natuurlijk interessanter voor mij, want dan zullen jullie mijn video's meer kijken. En het ding is, ik speel bijvoorbeeld ook squad battles. Dat wilde ik deze week gaan combineren. Is redelijk goed te doen. Zoals je hier ziet, squad battles 52.500 punten. Ik heb hier maar 2 wedstrijden van gespeeld en dit is van zaterdagavond is dit. Ik kan hem nog een keer updaten. Ik haal makkelijk Elite 1 en dat wilde ik ook doen. Dat is 40.000 munten, 2 megapakketjes. Uiteindelijk wilde ik dan nog Weekend League gaan doen, maar kan ik gewoon nu niet spelen, of tenminste, ik kan het wel spelen, maar dan verlies ik de helft van de potten, ben ik boos, heb ik er geen zin meer in, stop ik, rage ik. Het is zonde dat je niet het ultieme uit je Weekend League kan halen, doordat er bepaalde factoren meewegen waar je zelf geen invloed op hebt. Dus bijvoorbeeld die EA servers. En je kan zeggen, die tegenstander heeft ook last van, dat klopt, heeft er ook last van. Vandaar dat ik ook niet alles win dan. Ik ga meestal dan gewoon 50-50. En dat is zonde, want ja, dat is nergens voor nodig als ik dus 's nachts speel en het heel beter doe. En dat is een beetje mijn ding nu. Ik vind het heel moeilijk om mezelf te motiveren voor Weekend League als ik weet, oké, ik speel nu wedstrijden, maar ik speel niet op het beste hoe ik speel, hoe ik kan spelen, hoe ik zal spelen. Wat echt gewoon heel goed is.
Dus ik denk dat ik stop bij 18 winst. Dat ik wel weer gekwalificeerd ben voor volgend weekend. En dat we dan elke keer hetzelfde gaan doen. Dat ik elke keer gewoon 18 winst ga halen. Gold 3 wordt een paar duizend munten ervoor krijg. Want dat is het dus wel mijn ding. En dat heb ik dus ook al eerder in deze Rode Glory gezegd. We hebben op dit moment echt een heel goed team. Een team waar ik van tevoren van zou zeggen, nou ja, zeg maar voordat FIFA 18 uitkomt, heb ik dat al binnen 4 maanden. Heb ik dat team al binnen 4 maanden bij elkaar gespeeld. Mijn hele club nu is 2 miljoen coins waard. Ik heb die Rui Costa natuurlijk gedaan, die kunnen niet meer verhandelen, maar die hebben we voor 500.000 gedaan. En de andere spelers zijn rond 1 miljoen waard. Dus bij elkaar met alles wat ik nog in mijn club heb en alles aan waarde, komen we echt wel rond de 2 miljoen binnen. En dat is super geniaal, maar het grote dingetje nu, stel wij willen een volgende speler upgraden, hebben wij 600.000 munten nodig. En dat kan alleen als ik fulltime Weekend League ga doen. En dat heb ik dus net gezegd, dat trek ik persoonlijk niet. Dus dat wil ik wel elke keer en probeer ik elk weekend. Maar goed, zoals net, dan steed ik echt weer. Dan denk ik, waar ben je nou allemaal mee bezig? Maar als we dus elke keer 18 winst gaan halen, dan halen we bijvoorbeeld 40.000 munten uit Squad Battles met 2 pakketjes. 30.000 munten uit Weekend League met 3 pakketjes dan. Stel die pakketjes openen, daar krijgen we ook 100.000 munten uit. Zitten we uiteindelijk op 170.000 munten per week. En dat is op zich heel lekker, want in een maand is dat uitgerekend, bla bla bla. De ene keer heb je misschien wel geluk, wat dan ook. Het is allemaal ruime schatting natuurlijk. Heb je 750.000 munten in een maand, maar dan moet je wel een maand lang voor de goud 3 dan 25 potjes spelen. Dus dat maal 4 is 100. Squad battles zijn er dan elke keer 35 per week, dus dat zijn er 140. Moet je wel 240 potten FIFA in een maand spelen. En nu heb ik al ruim 600 potten gespeeld en het is veel, vind ik. Maar op een gegeven moment is het, ja, ik vind het heel leuk om te doen, maar het kan niet meer. We kunnen het niet meer optimaal doen. En dat vind ik heel jammer en dat vind ik heel erg zonde. Natuurlijk gaan we ook nog steeds lekker met dingen in de transferlijst zetten en verkopen. We packen een paar zilvers, we hebben een paar gouden gepackt die ik dan in mijn club bewaar. Dat is wat ik zeg met die pakketjes. Soms lijkt het alsof je niks uit een pakketje hebt gepackt, maar ik zal je zo laten zien. We pakten een Benatia, die was toen 3000 munten. Heb ik uiteindelijk op een ander moment voor 9000 munten verkocht. Helemaal perfect. Want die hebben we gewoon in ons club gehouden en die is 3 keer zoveel waard geworden. Deze zilvers hadden we nodig om te kwalificeren voor de Weekend League. Dus dat was ook al zo dat je in één keer je hele team om moet gooien. Maar dat hebben we gedaan. Toen we verkocht, daar heb ik niks van laten zien. Die bronzen pakketjes methode, die werkt nog steeds wel redelijk goed zoals jullie zien. Want daar kan ik de ene keer best wel wat spelers van verkopen. En de andere keer stoor ik die in mijn club en dan worden ze later iets waard. En ik heb een beetje het idee dat ik beter de hele week lang bronzen pakketjes kan gaan openen, die allemaal in mijn club sturen en op het moment dat ze wat waard worden, dat ik ze dan verkoop, dan dat ik Weekend League ga doen. Omdat ik dat andere minder stressvol vind en meer plezier in heb, omdat ik er eigenlijk in Weekend League geen plezier in heb. Dus ja, dat is al beter dan dat je dat doet. En de uitdaging is er een beetje af, wat ik dus zei. Ik vind het heel lastig om deze video te maken en ik heb de afgelopen dagen heb ik dus erover nagedacht hoe ik dit kan brengen, hoe ik dit kan verwoorden en wat ik kan gaan doen. En wat ook nou niet meehelpt is dat ik dus, wat ik net zei, eigenlijk heel positief moet zijn. En dan kijk ik mensen als Bateson, die keek ik heel vaak, die is gestopt met zijn Rode Glory, omdat hij het niet meer trekt, zei hij, omdat hij meer tijd met zijn familie wil doorbrengen, dat snap ik. Nepentes, die heeft gezegd dat hij geen Weekend League meer gaat doen, omdat hij hem fysiek, dat hij er last van heeft, dat hij minder tijd heeft met zijn dochtertje in het weekend en dat hij een nieuw kind heeft dat onderweg is. En ik heb natuurlijk geen kinderen. Ik bedoel, jullie zijn mijn kinderen. Mijn bijnaam is papa. Ik zie jullie als mijn kinderen. Maar als ik in het weekend league wil spelen, moet ik daar eigenlijk mijn hele weekend voor afzeggen. Want overdag kan ik dan wel dingen doen, maar 's nachts ga ik dan spelen om het best mogelijke gameplay te hebben. Voor de best mogelijke resultaten voor video's. Maar dat betekent dat ik overdag niet heel veel meer kan doen. En dat zijn dan al 3 nachten. Vrijdag, zaterdag, zondagnacht. Dat betekent dat ik eigenlijk in het weekend niks kan doen. En door de week heb ik afspraken met bedrijven voor wie ik iets doe. Voor de E-divisie bijvoorbeeld. Voor de bankzitterskanaal. Ik heb dan de afgelopen dagen niet geüpload. Maar ik heb wel 1 dag de hele dag opgenomen met de bankzitters, 3 video's. De andere dag ben ik de hele dag bezig geweest met het editen van de voetbalvideo van de bankzitters. Dus dat in een week, met dan nog 3 dagen Weekend League erbij, dat zorgt er nou voor dat ik voor de rest van mijn kanaal nog maar 2 dagen heb. En nogmaals, ik wil niet
negatief zijn en zeuren. Want ik vind het heel vervelend dat ik dit doe en heel lastig dat ik dit doe. Maar ik wil het wel eventjes uit. Kijk, ik ben dus nog steeds elke dag ermee bezig omdat ik squad battlespotjes speel. Ik ben nog steeds elke dag bezig omdat ik me moet kwalificeren voor de Weekend League of iets anders. En daar kan ik echt wel gameplay van laten zien. Maar ik vind dat niet uitdagend of zo. Het ding is, jullie weten dat ik elite kan halen in de Weekend League. Dus als ik me dan ga kwalificeren voor de Weekend League, ja, is dat dan content die jullie willen zien? Ik denk dat jullie niet echt warm voor worden. Het is voor mij niet echt een uitdaging. Dus voor jullie is het dan ook een soort van, oh, in de titel staat er ook, ze proberen te kwalificeren voor de Weekend League. Nou, dat gaat hem vast wel lukken. Want het is de afgelopen 99 van 100 keer ook gelukt. Ja, daar. Als je er zo over nadenkt, dan klopt dat inderdaad. En daarnaast speelde er, ja, wat ik dus misschien in de video vanmorgen ga vertellen, persoonlijk wat dingen mee. Ik heb altijd een beetje de neiging om niet persoonlijke dingen te delen op YouTube. Omdat ik niet zozeer het idee heb dat mensen daar geen behoefte aan hebben. Ik denk dat sommige mensen het juist wel interesseert of juist helemaal niet. Maar bedenk maar zo dat als een video 40.000 weergaven haalt, dus er 40.000 mensen kijken, als één iemand van die 40.000 mensen kwade bedoelingen heeft, kan die mijn leven verzieken als je het zo kijkt. Om een voorbeeldje te noemen. Mijn oma heeft Instagram aangemaakt. Mijn oma is 85, 84. Die heeft Instagram aangemaakt. Die vindt het leuk om haar kleinkinderen op te volgen. Die vindt het ook leuk om mij te volgen. Dus die comment af en toe onder een foto. Hey Raoul, hele leuke foto. Fijne jaarwisseling. Groetjes opa en oma. En vervolgens zit er iemand die mij volgt op Instagram mijn oma uit te schelden. Weliswaar omdat hij misschien denkt dat het een nepprofiel is of wat dan ook. Maar die loopt mijn oma uit te schelden op Instagram. En dat is een heel extreem voorbeeld, maar dat is hetzelfde. Ik liep vorig jaar stage en ik heb eigenlijk geen één keer in een video vermeld waar ik stage liep. Omdat ik dus eigenlijk zo bang ben dat iemand de telefoon kan gaan pakken en mijn stageadres kon gaan bellen en iets kon gaan zeggen en zeggen dat hij mij kende of wat dan ook. Ja, dan sta ik in één keer voor lul. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar je moet er altijd als YouTuber een soort van rekening mee houden dat het gebeurt. Zo heeft Harm van Het Games een keertje zijn auto bekrast. Ik had gezegd dat ik een nieuwe auto heb gekocht. Eindstand, ik laat niet zien welke auto ik heb gekocht. Want straks komen de mensen in de buurt die weten waar ik woon mijn auto onderkrassen. Met dat soort dingen. Dat heb ik dus met persoonlijke dingen. Dus vandaar dat ik het heel erg lastig vind om om aan de ene kant een soort van uitleg moeten geven van waarom ik bijvoorbeeld minder video's heb gespeeld, waarom ik dit weekend League heb kunnen spelen, naast dat er dus andere dingen mee spelen. Omdat ik bang ben dat ik soms niet helemaal open daarin kan zijn. En dan blijf je er maar omheen draaien. Een beetje zoals in deze video. Maar puntje bij paaltje, ik speel nog steeds op dit account. Ik speel nog steeds elke dag squad battles voor rewards, voor packs, voor video's. Ik heb ook weer Weekend League gespeeld. Ik kan er nog een paar proberen te spelen straks. Ik weet niet hoe ik het ga doen. Ik weet niet of het verstandig is om het te doen. Aan de ene kant wil ik het heel graag. Misschien ben ik wel verslaafd. Aan de ene kant wil ik het heel graag. Maar aan de andere kant, zodra ik een potje speel, denk ik weer van ja, waar de fuck ben je nou mee bezig? Waarom doe je dit? Voor jullie, voor video's, voor dat dus. Jij wordt in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Morgen ga ik de Squad Battle Rewards openen. Ik kan de pakketjes gaan sparen voor Team of the Year. Maar de kans is natuurlijk zo klein dat je een Team of the Year speler packt. Dat het eigenlijk niet uitmaakt of je die nu opent of niet. Want ik weet niet, laat dat maar achter of ik die moet sparen of niet. Jij wordt bedankt voor het kijken en ik check jullie allemaal later. Joejoe.